Wemmel viert jaarlijks haar ponymarkt. Een groot evenement dat bezoekers trekt uit binnen- en buitenland. Sinds 2007 organiseert de Ponymarktcommissie ook een korte baan over de Teeselaar. Deze kun je vanaf grote hoogte beleven. Het is een bochtig parcours en het is een extra moeilijkheidsgraad voor het filmen van de ritten. Waar Beukenswijk tegen Timothy Zwee is het mooiste affiche van de eerste omloop. Echt spannend wordt het niet. En de start is gevallen met Timothy Zwee in de achtervolging. Ja, Timothy Zwee zal hard in de achtervolging moeten, want Wyatt Beukelswijk heeft een gezonde voorsprong en Soepdekker is nog niet van plan om heel hard te gaan rijden achter zijn paard. Hij gaat werkelijk als een raket over de baan en Timothy Zwee in de rechterbaan maakt een galopbaan in het heets van de strijd. En dat betekent dat in de linkerbaan Wyatt Beukelswijk ook de tunnel aan gaat tekenen. En als dat allemaal... Ook de confrontatie tussen Jupiter Diamant en Zaza Heikant mag er zijn. Jupiter Diamant gaat door. Het is zeker vuurwerk, want het is nog helemaal niet te zeggen wie dit gaat winnen. We hebben in de linkerbaan de voorsprong voor Jupiter Diamant. Maar Zaza Heikant, die wil van geen wijken weten. Beide paarden gaan gelijk op weg naar die laatste bocht, op weg naar de finish. Zaza Heikant in de rechterbaan. Links zit Jupiter Diamant. Niets te kiezen. Nek aan nek, neus aan neus. En het is Jupiter Diamant. In de tweede omloop nog zo'n mooie rit. Baart Beukenswijk tegen Vivas Limburgia. En het is Wyler. Beukenswijk met de voorsprong, maar Vivas Limburgia die komt daar in de linkerbaan nader en nader. Zo hard gingen ze vandaag nog niet over de Teeselaar en de strijd is nog lang niet beslist. Wyatt Beukenswijk in de rechterbaan, links Vivas Limburgia. Dit is het moment waar Vivas Limburgia zich het beste voelt. Maar Wyatt Beukenswijk in de rechterbaan, die had wat voorsprong. Houdt hij ook de voorsprong? Het antwoord is ja. Jupiter Diamant is vrijgeloot in de tweede omloop en dat moet een ronde verder Siva Frisia. En de start is gevallen, Rogier. Dat wordt een eindje voor de Jupiter Diamant. Ja, Siva Frisia die werkte niet erg mee in het startvak. Kreeg maar moeilijk de kans om te draaien. En uiteindelijk is Van de Best vonder vandoor met zijn Jupiter Diamant. En hij gaat op weg naar de 2-0 en een plekje in de eerste halve finale hier vandaag in de. Wyatt Beukenswijk heeft het opnieuw zwaar. Nu moet Cojard de Lauderton eraan geloven. En de start van deze koninginrit is gestart. Ja, en het is de voorsprong voor Wyatt Beukenswijk. Ja, een prachtige start. Cojard de Lauderton die probeert terug te vechten. Maar Wyatt Beukenswijk heeft een behoorlijke voorsprong opgebouwd. Ik denk niet dat Cojard de Lauderton dit nog goed kan maken. Maar ja, die Wyatt Beukenswijk heeft natuurlijk wel al geweldige rit achter de rug. Dus wellicht dat er zo dadelijk nog wat te halen valt voor Jan Thijs en Cojard. Maar nu even niet hoor, want het is in de rechterbaan heel makkelijk Wyatt Beukenswijk. Sandy Bicol is vrijgeloot in de derde omloop. Volland Orange en Jarwan Starlake strijden om het laatste ticket voor de halve finale. Starlake in de rechterbaan voor Lando Orange en ze gaan vrijwel gelijk op. Ja, het is nog helemaal niets te kiezen. Het is in de rechterbaan voor Lando Orange met een lichte voorsprong. Maar Jarwan Starlake mag je nog niet uitvlakken. Voor Lando Orange in de rechterbaan heeft nog een nipte voorsprong op weg naar de finish. Voor Lando Orange of Jarwan Starlake, het is close. Maar het wordt mogelijk voor Lando Orange. En dat wordt... Dan de eerste halve finale. Jupiter Diamant hoeft zich niet in te spannen tegen Cindy Bicol. Ja, nou we hebben een echte rit hoor. Het is in de linkerbaan, ja toch moeilijkheden nu. In de rechterbaan voor Cindy Bicol, moet ik zeggen. En dat betekent een makkelijke doorgang voor Wim van der Mespel naar de finale hier in Bemmel. Met zijn Jupiter Diamant voor de stal. Jaya Loka Zingor. Maar Beukenswijk moet wel aan de bak tegen Volland Orange. Ja, de paarden zijn onderweg en nu een echte rit hoor. Met Volland Orange in de rechterbaan, Wyatt Beukenswijk in de linkerbaan. En Wyatt Beukenswijk komt ernaast, komt erop, komt erover. Wyatt Beukenswijk heeft een neusje voorsprong, maar het gaat geen makkelijke opgave worden. Want die Volland Orange heeft zo dadelijk nog de binnenbocht. We gaan op weg naar de finish met Wyatt Beukenswijk in de linkerbaan. Volland Orange rechts, niets te kiezen. Wyatt Beukenswijk in de linkerbaan is denk ik de winnaar. Dan de finale. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de start is gevallen van de eerste finale. Ja, en we hebben in de rechterbaan de galopade voor Wyatt Beukenswijk. Wyatt Beukenswijk herstelt zich echter goed. Op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Ah, Rogier, daar gaan ze voor jou. En hij zit er dichtbij, Wyatt Beukenswijk nu. Hij ligt een anderhalve lengte achter, maar we weten hoeveel snelheid hij kan ontwikkelen. Jupiter Diamant in gevecht met Wyatt Beukenswijk. Een echt gevecht, ze gaan gelijk op, niets te kiezen. Wyatt Beukenswijk.
In de kamprit trekken Jupiter Diamant en Wim van der Mespel aan het langste eind. Ze zijn gestart, Rogier de Dekker! Ja, finale Bemmel met een grote voorsprong voor Jupiter Diamant. Wilder Beukenswijk, die heeft een enorm achterstand overbruggen. Son Dekker gooit eigenlijk alles uit de kast, maar kan toch bijna niet meer. In de linkerbaan Jupiter Diamant, grote voorsprong, 62 km per uur in de finale. Wilder Beukenswijk komt alleen, maar is in de linkerbaan nog altijd de Jupiter Diamant. En wint die wel in 2010, ja hoor! Het is voor Wim van der Mespel zijn tweede zege in 4 dagen tijd.